Soviet Union, lane 5, German Democratic Republic, lane 6, Federal Republic of Germany. En ze zijn vertrokken, the start has been given. Zeer goede start, ganz goede start van Peter Michael Kolbe als die Bundesrepublik. Hij had een centimeter Führung über Uemund als die Deutsche Demokratische Republik en een weitere centimeters dahinten Yakusha van die Sowjetunion, der snelle starter. En een weitere halbe Länge dahinten, fast auf gleicher Höhe, die Vereinigde Staaten, Kanada en Finnland. Finnland in sechste Stelle im Moment. Peter Michael Kolbe leading by centimeters over Yakusha. And a further half a meter behind him, the German Democratic Republic, Uemund. One boat length behind them, Karpinen, Patrick Walters, and the United States. Après 300 mètres. Couloir 4, 5 et 6, pratiquement bord à bord, mais c'est toujours la RFA qui mène. Avec peut-être un mètre. Infospel de l'Union Soviétique. Een veelslag van de Sovjet-Unie en dat kostte team een halve lengte. Een slechte slag in de Sovjet-Unie heeft een kleine snoek gevangen in een, met tegen een golftop geslagen en dat kostte hem een halve lengte. En ook Peter Michael Kolbe, een veelslag van Peter Michael Kolbe op baan 6 kostte team ook 1-2 meter, maar hij führt nog immer. Met 1 meter, wat wordt dat hier? Kolbe führt, 1 meter dahinten, die Deutsche Demokratische Republik, 50 cm dahinter die Sowjetunion. Eine Länge dahinten, fast auf gleicher Höhe, die Vereinigten Staaten und Finnland. After 700 meters, Federal Republic of Germany, leading by a canvas over the German Democratic Republic. 50 cm behind them, the Soviet Union, and a further 3/4 of a boat length, the United States who tries to come back and who is coming back. He is coming. What a race. Mensen, als u dit zou kunnen bijbeleven, dan word je gewoon stil van, dan krijg je rillingen van in de rug. Paul van der Talen, die hier met de tv-boot vaart, de bloze man, die kijkt vertwijfeld rond. Hij kan het ook niet geloven. Al die schoonheid die daar naast hem vaart. Hoe de Duitse Bondsrepubliek daar wordt aangevallen nu door de Sovjet-Unie. Duitse Bondsrepubliek leidt nog altijd met een taftje voorsprong op de Sovjet-Unie. En kijk hoe de Verenigde Staten daar onweerstaanbaar komen oprukken. What a race from the United States. Unbelievable. He is now in third position, fourth position for the German Democratic Republic. And the United States are now attacking the Soviet Union. 50 centimeters, 40, 30, 20. 10 and the United States on the 1000 meter marks in second position and the United States are attacking the Federal Republic of Germany. United States, Andrew Surratt. He was second on the Olympic Games in the Coxet 8 in 1984, seventh in the Coxet 4 in 83, third on the World Championships in 82, still in Coxet 4 and silver medal on the World Championships in 1981 in Munich in the Coxet 4. He is now leading. Die Vereinigde Staten, we hebben die Führung übernommen van Peter Michael Kolbe. Peter Michael Kolbe als die Bundesrepublik in zweite Stelle. Eine halbe Länge dahinten die Sowjetunion. Und eine weitere halbe Länge dahinten fast auf gleicher Höhe. Die Deutsche Demokratische Republik und Finnland. Mensen, de complete hiërarchie van de wereldtop, die wordt hier, nu, op deze eigenste watersportbaan, compleet door elkaar geschud. Geen enkele traditie wordt hier nog gerespecteerd. Het gaat gewoon keihard. Hoe eenzaam, of hoe sterk, beter gezegd, is de eenzame roeier. Dat wordt hier nu uitgemaakt. Dit is een slopende strijd voor de mentale weerbaarheid van elke roeier. En Peter Michael Kolbe krijgt het moeilijk. Wordt aangevallen door Karpinen. Die Bundesrepubliek nog immer zweite. Aber Karpinen aus Finnland komt dran. En hij had nog 20 centimeter. Nog 10 centimeter. En jetzt Peter Michael
bij te stellen. In Führung nog immer die Verenigde Staten. Met de roederen die letztes jaar zweite waren over auf die Olympische Spelen in Achter mit. En in 81 Vize-Weltmeister in Vieren mit. Sverret Enro. He is leading. Après 600 mètres de course. Les États-Unis en tête. Une longueur derrière la Finlande. Suivi à trois quarts de longueur de bateau par la République fédérale d'Allemagne. Suivi à une bonne longueur par l'Union soviétique qui à son tour a une demi-longueur de bateau d'avance sur la République démocratique allemande. Het veld raakt uit elkaar geslagen, maar kijk, kijk op Baneen en kijk naar Bandri. Kijk wat daar gebeurt. Kijk hoe Karpinen daar in de laatste meters, zoals vandaag reeds elke keer gebeurd is, daar de overwinning begint te zoeken. Hoe de Verenigde Staten reageren. Hoe zij beginnen te spurten. Hoe Kolbe terugvalt. En Karpinen, dat monument uit de roeisport. De drievoudige wereldkampioen. Gaat hij het daar nog kunnen? Hij roeit daar, op baan 1. In blauw en wit. Kijk hem komen. Kijk, look at Karpinen. What's he doing there? Beautiful racing. En Karpinen has now taken over the lead for the first place. Mensen, je wordt er gewoon koud van als je dit ziet. Kijk hoe daar voorbij de Verenigde Staten gaat. Hij leidt nu reeds met een volledige punt voorsprong. Als je dit kunt op het einde van zo'n wedstrijd. Alsjeblieft, Leo. Onvoorstelbaar, Ronald. Onvoorstelbaar wat een tweestrijd. Giganten, titanen zijn er die hier strijden voor de eerste plaats. Deze Karpinen en Serret. En het is Karpinen als onze ogen ons dit keer niet in de steek laten. Die het haalt voor Serret, Verenigde Staten, op de tweede plaats. Dus op de eerste plaats Finland. Tweede plaats is voor de Verenigde Staten van Amerika. Derde, de Duitse Bondsrepubliek. Op de vierde plaats de Sovjet-Unie. Vijfde, de DDR, de Duitse Democratische Republiek. En de zesde plaats is voor Canada. Donc la Finlande, Pertti Karpinen, champion du monde.